Even voor 3 uur heeft hier een plofkraak plaatsgevonden aan de Cornelis Schuitstraat. Op een geldautomaat op het pleintje. Dus een mislukte plofkraak, dat wil ik er wel meteen bij zeggen. En wij zijn hier bezig met uitgebreid onderzoek. Ik werd wakker van een hele harde knal. En ik had geen idee wat er aan de hand was, maar de pinautomaat is opgeblazen. Ja, de knal was blijkbaar zo hard dat alle ramen gewoon gesprongen zijn. Nee, ik ben gewoon in mijn bed gebleven. Ik durfde ook niet te bellen of iets. Ik dacht, oh god, misschien is er iemand in het huis. Dus ik durfde niks te doen. Ja, er is een behoorlijke explosie geweest. En van meerdere panden en woningen zijn de ruiten ook beschadigd geraakt. Dus we willen op dit moment bewoners ook vragen om binnen te blijven. Tot het moment dat de hulpdiensten hebben aangegeven dat het ook veilig is om naar buiten te gaan. Want we doen ook, zoals gebruikelijk bij een plofkraak, omdat daar explosieven bij worden gebruikt, onderzoek naar de gebruikte explosieven. Er zitten heel veel woningen in de omgeving. Ik kan me voorstellen dat mensen het ook gezien hebben. Nou, we weten op dit moment dat er sprake is geweest van 2 daders. Die zijn weggevlucht op een scooter. Maar natuurlijk spreken we heel graag met mensen die mogelijk iets gezien hebben van die daders. Dus als dat het geval is, neem dan vooral contact op met ons via 0900 8844.